Oké. Dat klopt. Lucharel Geertruida en Tyrell Malatia. In het verleden heeft Stefan de Vrij ook lange tijd bij ons getraind. Ja. Die geprofiteerd heeft van het hele kipcarry-verhaal. Ja. Ja. Heb je nog contact met ze gehad eigenlijk vandaag? Ja, ik heb toevallig Tyrell even op de app gehad. Want ik ben altijd wel nieuwsgierig wat er nou echt speelt. Ja. Alleen, ik moet eerlijk zeggen dat ze het zelf eigenlijk ook niet weten. En dat er toch wel een hoop gekeken wordt. En dat er eigenlijk nog niks bekend is. Nou, train jij deze spelers op een andere manier? Je staat niet op een voetbalveld. Ja. Je doet geen rondootjes en allerlei technische. Je mat ze af. We hebben beeld van hoe je dat doet uit jouw sportschool. Mm-hmm. Ik begrijp dat je tegen sommigen staat te schreeuwen. Als een soort drillsergeant. Wat zeg je dan tegen ze? Ja, zo kun je het wel noemen. Zo kun je het wel noemen. Schreeuwen is altijd een groot woord. En is een van de tools die we inzetten in de toolbox. Kijk, denk aan het feit dat als je in een volle kuip moet spelen, staat er 50.000 man tegen je te gillen. Dus als je dan in de war raakt van één iemand die af en toe wat tegen je gilt, ja, dan hebben we wel een probleem. Maar wat zeg je dan tegen ze? Ik kan bijvoorbeeld heel vervelend zijn. Ik kan ze uitschelden. Ik kan ze op persoonlijke raakvlakken raken. Ik wil eigenlijk gewoon simpelweg dat ze mentaal onverstoorbaar zijn. Dus wat er ook gebeurt, ze moeten in alle tijden gewoon hun taak uitvoeren. Maar als je iemand tegen iemand scheldt... Sorry, ik moet lachen, maar als je tegen iemand scheldt... dan zorg je ervoor dat iemand mentaal onverstoorbaar is. Maar je bedoelt omdat dat op het veld ook gebeurt? Stel je voor dat ik jou een persoonlijke aanval doe over iemand die jou heel waardevol is... en jij raakt daardoor ook maar 1 milliseconde even van je taak verwijderd... Ja, dan hebben we een groot probleem in de wedstrijd. Ik heb zonder ook de hele tijd van mijn taak verwijderd. Maar, ja. Maar als jij dat zou doen, dan kan je dat niet proberen? Of, Bij jou? Ja. Nee, zo goed ken ik je nog niet. Dus, daar zou ik je eerst beter voor moeten leren kennen. Om te kijken wat jou... Je bouwt eerst een band op met die man? Dat altijd. Je gaat kijken waar de triggerpoints liggen... en waar je jongens kan raken, waar je jongens kan triggeren... en, het is uiteindelijk topsport, dus je wil het allemaal individualiseren. En je wil eigenlijk bij iedereen zijn profiel past een andere aanpak. Maar...